Dirk Pelle is dit, afkomstig uit Arkel, tweede jaar DS79. Hij maakt zijn debuut in de ploeg van DS. Naar aanleiding van het feit dat Sprangers de laatste weken niet zo fameus kiept. Onder meer ook 8 doelpunten tegenkreeg in de laatste competitiewedstrijd van DS. Dat was afgelopen zaterdag. Nu DS in deze bekerstrijd tegen Utrecht. DS zover gekomen door een overwinning op Ajax. Dat was een eenmalige zaak. Deze bekerronde bestaat uit 2 confrontaties. De tweede wedstrijd is over 14 dagen in Utrecht. Waarschijnlijk althans. En dan wordt die wedstrijd mogelijkerwijs 's middags gespeeld. Van Tamelen met Evers. Ter Voort. Richting Van der Lem. Ja, vrijstaande kans natuurlijk voor Kruis. Goed uitgekomen door Pelle. Beste kans voor Utrecht. Beste kans trouwens toch in deze hele wedstrijd tot dusver. Uitgooi van Breukelen naar deze Duchatinier. Bijna 30 minuten zijn er gespeeld. 30 nauwelijks opwindende minuten zijn voorbij gegaan. Lems won dat duel. Het bijtertje op het middenveld, geblesseerd geweest, nu weer van de partij. Hakim Brahim met Flight. Tot dusver is Flight vrij dicht op Hakim Brahim blijven spelen. De buitenspeler heeft ook nog weinig succes gehad. Bovendien liep hij zich hier vast omdat er nogal wat assistentie voor Flight was. Onder meer de man die uiteindelijk de bal kreeg. Kruis. Verkeerde paas op diezelfde Kruis van der Lem. En weer Lems. Gele kaart gaat nu terecht uit. Ja, Keizer haalt rood tevoorschijn, dat bedoelde hij niet. Het is inderdaad geel en dat is terecht voor Kruis. Hier hebben we nogal wat achter de rug, Lems en Kruis. En dat leidt dan nu tot deze gele prent voor Utrecht. Vrije trap, Lems. Die nog even een verhaaltje had. Eerst voor Kruis die tegenover hem stond. Aan de wiel op Hakim Brahim. En de eerste winst van Hakim Brahim in een duel. Waardoor hij goed kon voorzetten. En dan lopen Van der Ham. Ja, toch scoort hij. Het leek erop alsof Van der Ham daar in de weg had gelopen. Maar hij mocht toch nog die actie volmaken. En hij brengt de stand op 1-0 voor DS. Harry van der Ham, oudspeler Utrecht, scoort hier. 1-0 DS. 31e minuut. En nu tijd voor zijn blessurebehandeling. Want hij werd daar door zijn eigen speler geraakt. Nu gooi van Tamel op een vrijgelaten Duchatinier. Kruis. Ja, dat is een cadeautje van Carbo. Nou, Pelle heeft geluk. Monster heeft net overleg gehad met trainer Han Berger. Hij vertelt dat het niet raadzaam is om hem door te laten spelen. Dat is de reden waarom hij nu vervangen wordt door Gozems. Het is een wissel 5 minuten voor het einde van de eerste speelhelft. Van der Lem. Vrijstaand Ter Voort. Zou maar ineens schieten. Kans voor Carbo omdat Pelle de bal niet grijpt en Carbo mist ook. Dat is Ter Voort die eerst schoot. Vervolgens kwam dat de kans voor Willy Carbo. Na dat foutje bij Pelle. Het leverde niets op. Er is een wissel in het elftal van DS79. Nummer 12, Ad van der Linden, is vervangen door nummer 4, Ab van Oorschot. Uitrap van Hans van Breukelen in de richting van Carbo. Van... Daar is voor de eerste keer voorbij DS, was dat eventjes van Oorschot net in de ploeg gekomen. En hier is de kans voor Leo van Veen. Knap geschoten. Goede redding Pelle. Knap ineens geraakt door Leo van Veen. 12e minuut, tweede helft, Leo van Veen. Utrecht in vergelijking met de eerste helft, spelend met een hoger tempo. Ter Voort. En van Veen doorlopend voorin. Wouters. Van Veen, vrijstaand Gozems. Had net te veel tijd nodig. Van Oorschot kon er nog tussen kruipen, hoekschop. Hoekschop van Gozems. Van Veen bij de eerste paal. Oorschot daar. Van DS. Flight.
Niet buitenspel. Kruis. Ingreep van Jansen. Blijft kort. Ja, te kort. Als je de verdedigende partij bent op ons. Hoekschop. Dat is Petescu, de trainer van DS. Gozems. Voorgehaald door. En van de doellijn even weggehaald naar een misser. En dan een schot en een doelpunt van Wouters. Heel cool afgemaakt. Heel cool ingeschoten en erg goed ingeschoten daar. Fout in de afwerking bij die hoekschop. En dan staat daar Wouters die de stand gelijk brengt. Van Veen. DS heeft toch geen antwoord op zijn opkomen. Hij speelt doorlopend de fijne rol die hij zelf wil eigenlijk op het middenveld. Kruis met Lems. Of dit is Lems. Net was het van Oorschot bij Kruis. Pelle met zijn trap richting Van der Ham. Verdedigend vallen er weinig steekjes meer. En zo heerst Utrecht. Van Veen. Hozems, prima. Maar niet de afwerking. Vorige hoekschop leverde uiteindelijk het doelpunt op waarmee Utrecht gelijk kwam. Hier staat Wouters weer. Die staat daar graag. En schiet aardig vanuit die positie. Nu open. Uitrap van Pelle. Aardige voorzet. En op de lat geëindigd. Voorzet van Carbo. Hakim Brahim en Evers. Goeie actie. Nadat het wat rumoerig is achter het doel van Dirk Pelle. De beste mogelijkheid voor DS in de tweede helft voor de Evers. Vaak